Dit is de Birma-Siam-spoorweg. Een spoorlijn van Thailand naar Birma. Dik 70 jaar geleden aangelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog. In opdracht van de Japanners, die het werk lieten opknappen door krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders. Onder de krijgsgevangenen veel Nederlanders. De omstandigheden waren zwaar, heel zwaar. Velen overleefden het niet. Het erge was het, de ziekten en de doden en zo. En de uitputting. Kapotte voeten, malaria, dysenterie. Daar kon je niks tegen doen. Je haalde of je haalde het niet. Maar als je de spoorbaan ziet, stukjes en beetjes zo. Ik zie het werk wat eraan zit. Enorm, ik zeg. En die hitte van de zon. En vaak kon je dus treffen in het, als je dus het oerwoud inging, die je boom moest hakken. En dat je dan een luchtrook van kadaver. Och god, zo dadelijk ligt er een, komen we weer een tegen, struikelen we weer over een lichaam. In de eerste helft van de vorige eeuw probeert Japan zijn territorium uit te breiden. Dat begint met het veroveren van Korea en een deel van China. En begin jaren 40 wordt die veroveringsdrift alleen maar sterker. Op 7 december 1941 vallen de Japanners de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor aan. Het begin van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Daarna verovert Japan in een rap tempo onder meer Maleisië, Thailand, Birma en Nederlands-Indië. Nadat Indië is ingenomen, worden alle militairen daar krijgsgevangen gemaakt. Japan zet hen aan het werk. De meeste Nederlanders worden ingezet bij de aanleg van 2 spoorwegen. Zo'n 18.000 bij de Birma-Siam-spoorweg van Thailand naar Birma. En ruim 3.000 bij de Pakambaru-spoorweg op Sumatra. Oktober 1941 werd ik 16 jaar. En kon ik me melden voor het Korps Mariniers. Er werden advertenties, jongens gevraagd van 16 jaar en ouder, of die zich wilden melden als vrijwilliger bij het Korps Mariniers. Nou, dus toen 8 december die oorlog uitbrak in de Pacific, Japanse aanval op Pearl Harbor. Ja, toen was ik dus net een paar weken bezig met de opleiding. Na die verloren slag in de Javazee, dus 27 februari 1942, konden de Japanners hun troepen landen op Java. Dus was geen belemmering meer. En als zodanig zijn we toen ingezet om die opmars te helpen stoppen. Stoppen kon toch niet natuurlijk, maar wel te vertragen. Dus in gevechten. Dat heeft maar een paar dagen geduurd. Want op 8 maart moesten we al capituleren. Toen ben ik dus in krijgsgevangenschap terechtgekomen. Ik heb in 1940 al 1 maand of 2 maanden lang in de militie moeten zitten. Dienstplicht moeten gedaan. Met de mobilisatie was het helemaal afgelopen. Toen moest ik dienstplicht doen. En ik ben in het leger gebleven. En toen wij capituleerden, toen gingen wij het krijgsgevangenkamp in. En ik wist niet wat er omheen gebeurt. Je bent alles kwijt. Geen verbinding met telefoon. Geen verbinding met wat dan ook. Het kamp was helemaal afgesloten. Dat was het begin. De krijgsgevangenen worden eerst vastgezet in kampen in Indië. Van daaruit gaan ze op transport. Per schip naar Singapore. Het duurde 3 dagen, 3 nachten. In volgestald in die ruimte daar beneden. Dat was helemaal geen prettige zeereis natuurlijk, uiteraard. We lagen als sardientjes naast elkaar. En toen brak al buikziekte uit. Dysenterie of enteritis. Nou, als je dan in een ruimte zit, dan word je al heel gauw aangetast door die ziekte. Dus bij aankomst in Singapore waren er al veel meer zieken. Daar werden we weer geformeerd in transporten die per trein gingen. En ik ben met een treintransport dus toen naar Thailand vervoerd.
Een spoorverbinding tussen Thailand en Birma is van groot belang voor de Japanners, om de troepen aan het front in Birma te bevoorraden. De enige andere manier om dat te doen is met een grote omweg over zee. Maar dat is gevaarlijk, omdat de schepen een makkelijk doelwit zijn voor aanvallen van de geallieerden. Dus moet er een spoorweg komen, hoe lastig de aanleg ook is. Een traject van 415 kilometer lang, van Nong Pladuk in Thailand naar Tanbeu Zayat in Birma. Dwars door de jungle, met heuvels, rotsen, rivieren. In juni 1942 begint de aanleg van de lijn, tegelijkertijd vanaf de Birmese en de Thaise kant. De eerste Nederlandse krijgsgevangenen komen begin 1943 in Thailand en Birma aan. Ze moeten extreem zwaar werk doen, onder erbarmelijke omstandigheden. Met alleen wat primitief gereedschap, in de brandende zon, weinig en slecht voedsel. Maar toch, nog geen 16 maanden later komen de twee delen van het spoor bij elkaar en is de spoorweg klaar. De prijs die daarvoor wordt betaald is hoog, erg hoog. De aanleg van de spoorlijn kost bijna 100.000 levens. Zo'n 85.000 Aziatische dwangarbeiders, geronseld onder de lokale bevolking, en meer dan 13.000 krijgsgevangenen uit Nederland, Engeland, Australië en Amerika. Van de Nederlandse krijgsgevangenen kwamen er ruim 3000 niet terug uit de hel van de Birma-Siam-spoorweg. De meeste liggen begraven op een van de drie erevelden. In Tanbeu Zayat, Chung Kai en Kanchanaburi. Daar kunnen nabestaanden, kinderen, kleinkinderen hun dierbaren herdenken. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Een van die kleinkinderen is Edu Harms. Hij reist met een groep veteranen en nabestaanden door Thailand. Edu volgt het pad van zijn opa, landstormsoldaat Eduard Johannes. Op 8 maart 1942, toen de Kniel capituleerde, toen werd hij gevangen genomen, net als heel veel andere Europese mannen. Hij is toen op transport gezet naar een kamp in Batavia. Dus dan praten we maart 1942. Op dat moment werden ook mijn moeder, met haar moeder weer, dus met mijn oma, dus dat, de rest van het gezin, werd gevangen genomen. En zij werden in de zogenaamde vrouwenkampen gezet, geduwd. Eduard Johannes wordt net als veel andere krijgsgevangenen via Singapore naar Thailand gebracht. Hij komt aan in Bampong, niet ver van het begin van de dode spoorweg. Daar worden ze op vrachtwagens verder getransporteerd naar het punt tot waar ze aan de spoorlijn verder zouden moeten gaan werken. De trucks die rijden door tot aan Kinsanjok. Want vanuit Kinsanjok moesten ze lopen naar Hindato. En halverwege Kinsanjok en Hindato ligt het kamp Rintin. Dus onderweg naar Hindato, dermate verzwakt door de ontberingen onderweg, het slechte voedsel, de hitte, het gebrek aan water. Onderweg in Rintin is hij op de ziekenboeg terechtgekomen en is daar overleden. En dat moet natuurlijk verschrikkelijk zijn, dat je dan weet dat je gaat overlijden, want je ziet zoveel sterfgevallen om je heen. Als we dan teruggaan naar Java, waar hij zijn gezin heeft achter moeten laten, zijn vrouw, zijn kinderen, waaronder mijn moeder. Zij hebben in de vrouwenkampen gezeten en uiteindelijk tijdens de bevrijding in augustus 1945 zaten zij in het verschrikkelijke kamp Chideng. En Chideng was vlakbij Batavia. Ten tijde van die bevrijding, augustus 1945, wist zij nog niet, mijn oma wist toen nog niet, dat haar man in maart 1943 was overleden. Dus 2,5 jaar voordat de bevrijding was, was haar man overleden. Dat wist zij niet. Mijn moeder wist ook niet dat haar vader al was overleden. Ja, en hoe weet ik dat nou? Het Rode Kruis heeft mij gewezen op een brief die mijn oma geschreven heeft
het is een soort wanhoopsbrief. 2,5 jaar na dato dat mijn opa was overleden, schrijft zij van hoe het toch kan dat zij 3 jaar lang niks van hem gehoord heeft. Dat ze van elkaar toen de tijd niet wisten waar ze zaten, dat blijkt wel uit de adressering. Zij schrijft wel met heel veel respect. Den weledel geleerde heer E. Johannes. Johannes is zijn achternaam, de meisjesnaam van mijn moeder. Landstormsoldaat, Thailand. Die brief is uiteraard nooit aangekomen. Mijn opa was helaas al lang daarvoor overleden. Wij zitten hier omdat ik mijzelf als missie heb gesteld om deze brief, postuum, met het graf van mijn opa te samen te brengen. Mijn opa overleden in Rinting, die is herbegraven en die ligt hier op het ereveld van Canterbury, ligt hij begraven. Nou, dat vind ik een mooie missie die ik hier ga uitvoeren. Zodra de krijgsgevangenen aankomen in Thailand of Birma, worden ze aan het werk gezet. Ze slapen in primitieve kampen. En zodra het werk daar klaar is, gaan ze naar een volgend kamp. Jos Wessels komt terecht in Tarsau, halverwege het Thaise deel van de spoorweg. En dat begon dus met het graven van gaten om het in mandjes te vullen en die mandjes naar het taluut te brengen. Nou, het taluut van de spoorbaan, dat zal wel zo breed zijn als dit zo ongeveer. En dat moest opgehoogd worden. En dat moest op één lijn natuurlijk komen staan. Je kan niet geen trein in hobbeltjes laten gaan. Nou, dat is een helswerk. En toen dat klaar was, toen moesten we bomen kappen om de dwarsliggers te maken. En de Japaner die wees aan welke bomen, die kruiste dan aan welke bomen je moest kappen. Dus er werden ook bomen gekapt. En op lengte van een dwarslegger moest je die bomen zagen. Zijn ze gezaagd, dan moet je ze op je rug nemen en op een centraal punt opstapelen. Want die bomen waren rond. En dan had je ook een ploeg die die ronde bomen moest vierkant kappen. Zijn ze klaar, dan kon je ze pas op het taluut brengen. Dat is ontzettend zwaar. Waarom of ik dat heb kunnen doen, moet je mij niet vragen. Echt niet. En ik weet er geen antwoord op. Mensen die worden eerder ziek en die hakken af. En ik heb het geluk gehad dat ik mijn malaria heb gehad later, maar ik heb veel lang toch door kunnen werken. Het aanleggen van de spoorweg gaat niet zonder slag of stoot. De lijn is een technisch hoogstandje, zeker voor die tijd, aangezien de primitieve omstandigheden. Het traject voert door de jungle, door onherbergzaam en heuvelachtig terrein met veel rotsen. En als zo'n rots in de weg staat, dan moet die letterlijk plaatsmaken. Op talloze plekken langs de spoorweg worden de krijgsgevangenen en dwangarbeiders aan het werk gezet bij afgravingen, zogenoemde cuttings. Nou, we staan hier dus bij de, wat zo genoemd wordt, dus de Wangpoog Cutting, een hoge rotswand van meer dan 100 meter. En afijn de hoogte, want toch zeker 20 meter. En misschien een breedte van 15, 20 meter. Een groep van zo'n 600 Nederlanders krijgt begin april 1943 de taak om de rots weg te hakken. De Japanners hebben haast, want het spoor loopt al bijna tot aan de rots. En de naastgelegen brug is ook al bijna klaar. Wij hebben dus eigenlijk in drie ploegen moeten werken, dag en nacht. Want zoals ik zei, het moest snel gebeuren, dag en nacht.
En het gebeurde eigenlijk dat het dus als gereedschap gewoon die lange beitels, ongeveer deze lengte, en een flinke zware hamer. En de ploeg werd dan in groepjes verdeeld van twee. Dus één man hanteerde de hamer, de andere de beitel. En met de beitel stak je dus zo op de rots, op dat stuk rots waar je een gat in geboord moest worden. En de ander sloeg dan met de hamer erop. Hè. En dat deed je dan om de beurt. Zodat wanneer die man die moe werd van het slaan met die hamer, dat merkte je dan als je die beitel moest vasthouden, dan sloeg die wel eens mis. Dus dan werd de tijd dat je elkaar afloste. En dan moesten we dus per man, moest je dus die dag een gat boren van ongeveer 1 meter 10, 1 meter 20 diep. En als je dan met een ploeg was van 100 man, hè, ja, dan moest zo. Dus 100 van die gaten. Was dit gebeurd, dan was je klaar met je werk. Dus dan ging je dus weg naar ons kamp, beneden in de rivier. Daar waren tenten opgeslagen en daar, dat was ons kamp. En ondertussen werden dan, door de Japanners zelf natuurlijk, dynamietpatronen in die gaten gedeponeerd en tot ontploffing gebracht. En als dat gebeurd was, dus de flinke explosies gaven, dus over zo'n heel stuk natuurlijk, waar zo'n 100 man of meer aan gaten in hadden geboord en gebeiteld, om het zo te noemen, dan kwam de tweede ploeg op. Dus die kwam dus dan omhoog en die begonnen dus met al die losgeslagen rotsblokken, grote en kleine, te verwijderen. En die werden dan over de rand gekiept. Hè. Was die ploeg klaar? Dan kwam dus de derde ploeg op. En die begon dus met hetzelfde werk, dus gaten boren. Hè. Dynamietpatronen erin, als ze klaar waren. Wam omhoog. Dan kwam dus die eerste ploeg weer op. En dat ging zo door dag en nacht. En wanneer het dus wat donker begon te worden, dan werden dus houtvuren en hout, overal door droog hout, stukken droog hout, kon overal hier gevonden worden in de jungle. Dat werd ook dan al aangevoerd. En dan werden dus houtvuren aangelegd. En fakkels, flambouwen, hadden de Japanners ook bij. En dan ging in het licht van de fakkels ging het werk gewoon door. Het werken in Thailand en Burma is voor velen echt een hel. Fatsoenlijke kleren of schoenen hebben de gevangenen meestal niet meer. Ze dragen alleen een lendendoek. Medicijnen zijn er bijna niet. Dus het aantal zieken wordt steeds hoger. En het eten is heel slecht. Vaak krijgen ze alleen wat waterige rijstepap. Nauwelijks genoeg om de dag door te komen. Maar het erge was vooral als je dan op die rots hier bezig was met bikken. En die zon die scheen dan zo fel. En dan keek je zo van boven, zag je daar beneden de rivier, hè? Dat water, zo helder, zo mooi. En dat was zo'n een kwelling was dat om te zien. De dorst, je stierf gewoon van de dorst daarboven, hierboven. Dan moest je likken steeds, of je lippen steeds aflikken. Nee, dat waren nare momenten, ja. Dat waren nare momenten, erg nare. Bijzonder. Ja. Ja, dat was het. Ja. Een van de beruchtste kampen onder de Nederlanders is het kamp Rin Tin. Veel Nederlandse krijgsgevangenen laten daar het leven. Onder wie dus de opa van Edu Harms, maart 1943. Felix Bakker passeert het kamp niet veel later. Op doorreis naar een ander kamp. We hadden al vernomen, al in Kinsayok, Rin Tin waren we al veel doden gevallen. Nou ja, wij dachten, ja, overal zijn de doden gevallen. Ja, maar Rin Tin was het meest en dat is de dominee van Hamel. Dus wij marcheerden hier langs die weg. En nou, dat was hier dat kerkhof.
En dan schrokken wij van al die kruisen. Hè. Waren er zoveel. Een groep dat takken, ruwe takken, kruisen. Ingekerfde namen. Zwart gemaakt met houtskool. En wie hebben die kruisen gemaakt? De mensen van het kamp zelf, ja. Want je begroef je doden zelf, hè. Je vrienden en je vrienden en zo. Precies. Ja, nee, okay, nee. Ja. Dat. En de kuilen werden vaak gegraven. Dus door degenen die in het kamp achterbleven. De zogenaamde, ja, zogenaamde, ze waren verrekt. De doodzieken eigenlijk. De zieken die dus, ja, precies. Die echt niet naar het... En die konden dat uit respect, konden ze die lichamelijke inspanningen opbrengen. Ja, als je met drie of vier dysenterie patiënten... Nou, dan zag je wel kans om een gat te maken, hè? Ja, precies. Nee? De Japanners willen de spoorweg zo snel mogelijk afkrijgen. Omdat de oorlog voor hen in 1943 steeds slechter verloopt, wordt de haast om de troepen te kunnen bevoorraden alleen maar groter. De arbeiders moeten dus nog harder werken, nog langere dagen maken. Speedo, speedo, schreeuwen de bewakers als het ze niet snel genoeg gaat. Op 17 oktober 1943 is het dan zover. De twee kanten van de spoorlijn komen bij elkaar. De Birma-Siam-spoorweg is gereed. Goed nieuws voor de Japanners, maar voor veel krijgsgevangenen verandert er in eerste instantie weinig. De omstandigheden worden soms iets beter, maar velen van hen blijven aan het werk om het spoor te onderhouden. Vanaf het moment dat de spoorweg klaar is, wordt het een belangrijk oorlogsdoel voor de Amerikanen. Die willen koste wat kost voorkomen dat Japan via het spoor zijn troepen kan bevoorraden. Jos Wessels maakt een van de zwaarste Amerikaanse bombardementen mee in het kamp Prankasi. 9 december 1944, precies 3 jaar na de aanval op Pearl Harbor. Van boven zagen ze natuurlijk mensen bloot. Ze had geen kleren, blote bovenlichamen met een lendendoekje. Allemaal van de baan naar de rivier lopen. Die stroom mensen zagen ze. Wat deed die laatste bomwerper? Die draaide om. En toen zag ik uit de bommenluik, zag ik 5 van die zwarte dingetjes komen. En mijn luitenant die zei, kijk, ze strooien pamfletten. Toen zei ik tegen die luitenant, pamfletten geven geluid, luitenant. Ik kon maar 5 tellen doen, tegen de wal op, liet me vallen, toen vielen 5 bommen. Dat is een vreselijke lucht als je dat ruikt. Van kruid, zeezand, rivierzand, steenslag. Scherfwerking van de bommen van ijzer. Een vreselijk gezicht, dat was een geslachting gewoon. Dat vliegtuig draaide om en die begon te mitrailleren ook. Maar ik had een boom wel 2 keer zo dik als dit. En ik hield dat vliegtuig alsmaar in de gaten. Want waar ik kwam, verstopte ik mij achter die boom. Een mitrailleurkogel kon niet door die boom heen. En zo heb ik me ook gered van mitrailleurvuur. Want ze probeerden de Jappen te treffen, maar een handje vol krijgsgevangenen zit daar ook tussen. Een van de belangrijkste doelen voor de Amerikanen is de stalen brug over de Kwajai-rivier bij Kanchanaburi. Die brug wordt later wereldberoemd dankzij de bioscoopfilm The Bridge on the River Kwai. Tegenwoordig stikt het er daarom van de toeristen. De brug waar die nu overheen lopen ligt tijdens de oorlog geregeld onder vuur. De Japanners laten zelfs een tweede houten brug bouwen, een stukje verderop. Maar ook die wordt gebombardeerd en moet dan weer hersteld worden. En steeds maar reparatiewerkzaamheden. Soms lag een pijler weg. Nou, dan moet je weer opnieuw heien. En nieuwe balken tegen elkaar. Dat waren van die zulke krammen, ijzeren krammen. In die stam en in de pijler. Met een voorhamer van over de 10 kilo. Dan sta je bovenop die brug en je ziet de stromende rivierwaters die beneden je stromen. En dan moet je slaan met die voorhamer. Die krammen naar beneden. Moet je voorstellen. En tussen die dwarsliggers van die houten brug was niks. Dus je moest van dwarsligger op dwarsligger stappen. Stap je ernaast, dan breek je je been. Dat was kilo elke keer. Nou, op een dag
waren een beetje onverschillig, werd de Jap ook. Er werd toen de luchtalarm gegeven, maar veel te laat. Toen zag ik over de heuvels daar die Liberators overkomen met hun bommenluik open. Nou, en dan moet je een beslissing nemen. Die afstand, ik stond hier in het midden, de afstand naar daar was gelijk aan die afstand daarheen. Dus ik had toen een voorhamer van 15 kilo in mijn hand om die krammen in het hout te slaan. Toen ben ik met hamer en al ben ik naar beneden gesprongen. En toen vielen de bommen. Hij maakte mijn ogen open, maar je ziet niks. De rivier zand is overal in het zand. Overal, overal. Toen kwam ik boven. Ik dacht, verdomme, ik ben nog heel. Toen ben ik stroomafwaarts gezwommen en toen ben ik aan land gegaan. Weer geboft. Met de capitulatie van Japan in augustus 1945 is de oorlog ook voor de krijgsgevangenen en dwangarbeiders in Thailand en Birma voorbij. Hoewel het vaak nog een tijdje duurt voordat nieuws in de kampen bekend wordt. En op een gegeven moment toen hoorde ik de sergeant-majoor zeggen op een podium: mensen, luister even. The war is over. Ik dacht, barst je nou gauw? Dacht ik, niemand wil dat geloven. Luister nog goed, the war is over. Weet je dat nou? God, uiteindelijk drong het tot ons door. En we hadden van die kleine krukjes van hout en weet ik wat, van blijdschap gooiden we dat allemaal in de lucht. Maar we wilden het niet geloven, maar de war was voorbij. En vanaf dat moment moesten wij ons eigen kamp bewaken. Want de Jap trok zich terug. En er kwamen Engelse parachutisten bij ons in Tamwan-kamp. En stukjes bij beetjes kregen wij onze officieren weer terug. En toen vielen wij onder de normale dienstplicht. En zo bij beetjes kregen wij post uit Nederlands-Oost-Indië. Dat is maar niet altijd prettige verhalen. Van vrouwen die van hun mannen weg waren. Van vrouwen die met de Japanners hadden geleefd. Van vrouwen en kinderen die verkracht en vermoord zijn. De oma van Edu Harms stuurt dus ook zo'n brief. Maar die komt dus nooit aan, omdat haar man dan al 2,5 jaar dood is. 70 jaar later wordt die brief nu alsnog bezorgd. Batavia, 30 oktober 1945. Mijn lieve jongen. Hoe komt het toch, lieve jongen, dat ik in 3 jaren tijd niets van je gehoord heb? Ik zal met deze brief maar kort zijn, omdat ik niet zeker ben of je die in handen krijgt. Het voornaamste is dat wij het alle heel goed maken en hopen dat ook jij gezond bent en heel, heel spoedig weer in ons midden mag zijn. Wat zal dat een feest zijn. Lieve schattenjongen, alles krijg je nog wel van ons te horen. Wij zijn in het kamp geweest, eerst in Bandung en daarna in Batavia. Mijn arme, lieve schat, wat ben je toch ver van ons. Wat kan ik erg naar je verlangen. Je hoeft je verder over ons niet ongerust te maken. Wij worden van alle kanten geholpen en het wachten is alleen op jou. Lieve schat van mij, zou je ons gauw terugschrijven? Nu ga ik eindigen, want Edith en Thea willen je ook schrijven en de brief moet nog naar het Rode Kruis. Schrijf dus gauw terug. Ja, schatteke? Veel liefs en 1000 kusjes van ons allemaal. Steeds je liefhebbende vrouw. Je bent nooit vergeten, dat zie je wel, hè? Prachtig. Er werd niet over gesproken. En nu ik hier ben en ik heb de ontberingen en de onteringen gezien, je voelt de emotie en je voelt het verdriet. Dat was eigenlijk ook als ik bij mijn oma was en je zag foto's. Dan denk je, ja, daar moeten we het gewoon niet over hebben.
Drie verhalen over een hoofdstuk uit onze geschiedenis dat het leven heeft gekost aan ruim 3000 Nederlanders. En een veelvoud aan andere slachtoffers. Zij stierven voor een vrijwel nutteloos project. Want de spoorweg heeft maar een dik jaar volledig gefunctioneerd. Tijdens de oorlog. Na de oorlog wordt het spoor grotendeels ontmanteld. Een deel is verdwenen onder een later aangelegd stuwmeer. En ook van andere stukken is niets meer terug te zien. Er is nog een klein stuk over, aan de Thaise kant. Een lijntje dat nu vooral toeristen trekt. Veel krijgsgevangenen uit Nederlands-Indië die aan de spoorweg hebben gewerkt, komen uiteindelijk in Nederland terecht. En daar blijven hun verhalen, net als in de familie van Edu Harms, vaak onverteld. De oorlog laat te diepe wonden achter. De tegenwoordige Japanners, die weten niet eens dat het oorlog is geweest. Maar als ik Japanners, oude Japanners, van ongeveer 80 jaar, op die brug zie en vee tegengegeven wordt, dan heb ik zin om ze van die brug af te slaan. Ja, ik weet wel te onderscheiden hoor. Ik heb de Japanners steeds de hele tijd blijven haten hoor, tientallen jaren. Daarna ben ik dus eigenlijk, het is een proces geweest. Ik heb veel gereisd, ik heb veel gelezen van de Japanners. Ik heb veel ook van de Amerikaanse kant gelezen, maar ook toch ook van de Japanse kant. En toen ik veel ging reizen, zat ik vaak naast jonge Japanners, naast oudere Japanners. Ik kwam in Japan, ook voor mijn werk als reisleider. En ik kreeg dus in Japan vrienden en dacht ik eigenlijk ook van, ja, je moet niet... Je kan vergeven, maar die geschiedenis moet je niet vergeten. Je moet vooruit, vooruit. Dus dit heb ik allemaal laten liggen. Nou, hoe ouder je wordt, hoe denk je terug aan je leven. En dan komt dit oude komt vanzelf boven. Maar in die zin dat je dankbaar bent dat je dit hebt overleefd. Dat je dat nog kan navertellen. Maar in de loop van je leven met je gezin, de vragen werden niet gesteld, hoe was je vroeger? Nooit. Dus ik heb er nooit over gesproken, ook in details niet. Maar sommige vragen zeiden, oh dat was toen en toen, en dan hou je op. Je had geen zeep, alleen maar dat. Dus een heleboel is er verloren gegaan. En juist van deze gelegenheid, mensen die hun familieleden hier verloren hebben, die willen vaak weten hoe ze het gehad hebben. En dan vertel ik dus wat ik weet. Vertel ik hoe het gegaan is allemaal. Onderweg, als je de dag en nacht moet lopen door de jungle heen, dan komen de Thailanders uit de jungle wel eens. En die hadden dan wel meelijden met ons. En die kwamen met trosse bananen. In het donker, dan komen ze, want dat mag niet van de Jap, komen ze dan ben je bananen hebben. En dan ruilden wij onze vulpenhouwer. Of zo'n polshorloge dat je nog had, ruilde je tegen een bos bananen. Mm-hmm. En dan kwam je ook achter, als je die hele bos bananen achter elkaar op had, dan kreeg je buikloop. Ja. Had je dat weer. Ja. 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 Het kamp waar wij voorgewerkt hebben was daar in Nombredaai. Daar hadden we dus ook aan. En daar zijn we ontzettend afgebuld. Daar hadden we 17 doden. En toen moesten we weer verder hierheen. En er zijn ongeveer zo'n 25 ernstige zieken zijn toen afgevoerd via de rivier naar Chungkai. Als gastspreker. Dan leg ik altijd ook zo'n beetje de nadruk na afloop van dat ik daar dat vergeven. Maar niet vergeten. Ter wille ook van de geschiedenis en ook om te leren van moeten we naar de toekomst kijken. En zeker voor de jongere generaties. Vandaar dat ik eigenlijk ook al nooit mijn kinderen verteld heb van bijvoorbeeld de wreedheden en zo die ik heb ondergaan. Of wat er allemaal gebeurd is in die oorlog. Ik heb net als de meesten gewoon gezwegen. Maar ik heb wel me laten overtuigen door mijn vrouw. En ook uit mezelf is gekomen. Je moet op een gegeven moment je zwijgen verbreken. Dus toen ik 75 was,
En ik had dus ook alweer veel gereisd en veel contact met Japanners ook gehad. Je moet het verhaal vertellen, je moet het zwijgen doorbreken. Want het is niet alleen jouw verhaal, het is dus niet alleen mijn verhaal, maar ook van het verhaal van al diegenen die wij hier langs die spoorweg hebben moeten achterlaten. En die daar nu liggen op de erevelden van Kanchanaburi, Chunkai en Tambu Sayat. Het is ook hun verhaal en dat verhaal moet ook verteld worden. Dat is het eigenlijk wat ik wil zeggen.